Dus hè, we zijn met z'n vijven geweest. Inge, Jacob, Henny, Simone en ik hebben deze horecadrijf georganiseerd. De eerste keer dat we het bij de horecagelegenheden hebben gedaan. De 10 horecagelegenheden die we hebben gekregen, die mee wilden doen, waren heel spontaan, wilden gelijk meedoen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Uitdaging was om ook te zorgen dat we alles gevuld kregen. We hadden de schatting om 60 paren binnen te krijgen en we hebben er 110 binnen. Dus het is een heel mooi resultaat. Volgend jaar weer organiseren? Jazeker. Volgend jaar, tweede zaterdag in april, 14 april. Kunnen we ons al inschrijven? Nee, vanaf eind november. Ongeveer via de site van Bridge Club Sportief. Want het is georganiseerd door Bridge Club Sportief, Bridge Club Baars en Bridge Club Harderwijk. Is er een beetje belangstelling, Gerrit? Nou ja, 110 paarden moet er komen vandaag. Dus. Die stagiair, komt zo? Ja, als het goed is, komt hij. Goedemorgen. Perfect uit. Als ik dat zo zie, dan loopt het gesmeerd. Ik heb allemaal prachtig goed verzorgd, hoor. Mijn complimenten tot nu toe. En ik zie dat u een hele lijst heeft gekregen met waar u moet spelen. Is dat helemaal duidelijk? Ja, dat is helemaal prima. De mensen waar tegen we spelen en de locaties waar we moeten spelen, is helemaal super. Waar gaat u eerst naartoe zo? Ik blijf hier zitten. Ja, dus we hoeven niet zo ver te lopen meteen. Komt straks. We kunnen rustig gaan beginnen. Heerlijk. Nou, succes. Oké, dankjewel. Wat verwacht u van vandaag? Dat het een heel gezellige dag gaat worden. Ja? Ja. Want ik krijg nu uw spulletjes, of niet? Ik krijg nu mijn spullen uitgereikt. Dus dan kan ik mijn parcours gaan bekijken. En we gaan van kroeg naar kroeg. Waar komt u vandaan? Uit Harderwijk. Dus u kent het hier wel? Zeker, zeker. En het, wat ik ervan gezien heb op voorhand, was het heel gezellig. Waar verwacht u het meeste van? Dat ik alleen maar gezellige mensen tref. Ja. Veel plezier. Dank u wel. Ja. Wat verwacht u van vandaag? Gewoon een gezellige dag. Lekker britsje, lekker eten erbij. En dan hopen we op mooi weer. En wat vindt u het leukst van het britsje? De spanning van iedere ronde dat je weer andere kaarten krijgt. Ja. In de mensenleven krijg je maar één keer dezelfde kaart. Ja. Ik wens u succes. Okay. Dankjewel. Succes jij. Dat we een hele leuke, gezellige dag kunnen hebben. En overal gezellig kunnen bridgen. En gezellige mensen om ons heen hebben. Dat is wat we verwachten vandaag. En wat vindt u nou het leukst van het bridgen? Nou, het leukste is wel gezellig met elkaar zijn. En kaarten. Ja. En er een gezellige dag van hebben. En wat vindt u het leukst? Ja, nou ja, ook inderdaad gewoon de gezelligheid met elkaar. En het spel op zich is natuurlijk erg leuk. Dus, En jullie gaan samen bridgen? Ja, samen bridgen. Ja. Voor het eerst. Ja. Dus ja. We gaan maar zien wat dat gaat worden. Ja. Gezellig met mijn zus. Succes. Dankjewel. U doet ook mee vandaag? Wij doen vandaag mee, ja. Ja. En dat vinden we heel gezellig. Gaan jullie winnen? Oh, natuurlijk. Hoe lang speelt u al, bridge? Ik speel al vanaf mijn 12e jaar. Maar daar heeft een hele tijd tussen gezeten dat ik niet gespeeld heb. Mevrouw is maar 37. Ja hoor, tuurlijk. Dus wat dat betreft is dat nog niet zo lang, hè? Maar nog steeds een passie voor u? Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, en zeker als je zo'n gezellige partner hebt als ik vandaag. Nou, ik wens u heel veel plezier, allebei. Nou, dankjewel. En van welke omroep ben jij? Van Omroep Harderwijk? Ja, wat gaat u vandaag doen? Nou, ik ga in ieder geval bridgen. En in de organisatie heb ik ook een bepaalde rol. Dus ik maak deel uit van een kroonpaar. En dat betekent dat je per locatie, waar wij dus ook gaan bridgen, want wij lopen ook gewoon rond. We moeten zorgen dat de juiste spellen gespeeld worden en het allemaal netjes geregeld wordt. Dus je gaat en meespelen en een beetje regelen, zeg maar? Ja, maar het meeste is eigenlijk al voor elkaar. Je hoeft eigenlijk alleen maar spellen op de tafel te leggen en de mensen even te vertellen waar ze de spellen naartoe moeten brengen als ze klaar zijn en dat soort dingen meer. En als er probleempjes zijn, even helpen. Ja. Waar ziet u de meeste uitdagingen in vandaag? Nou, gewoon in het bridge eigenlijk.
eigenlijk wel. Ja, kijken hoe ver we komen. Wat verwacht u? Nou, ik hoop toch wel bij de eerste 20 toch wel. Wat kunnen we vandaag van u verwachten? Het is zo dat als er problemen zijn aan tafel, als er onregelmatigheden gebeuren, dat dan de arbiter geroepen wordt. In de meeste gevallen zullen de kroonparen het proberen op te lossen, maar als die er niet uitkomen, dan kunnen ze mij oproepen. Dat is eigenlijk dat is mijn taak vandaag. Dus u loopt echt van kroeg naar kroeg? Misschien helemaal niet, maar het zou kunnen dat ik van kroeg naar kroeg loop. Ja, dat klopt. Ja, ja. En je moet het eigenlijk zien als de scheidsrechter bij het voetballen. Alleen die is altijd aanwezig op het veld. En hier hoeft dat niet. Ik word alleen opgeroepen als het echt nodig is. Dus het kan zijn dat u helemaal niks hoeft te doen vandaag? Dat zou ook kunnen, ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Wat vindt u nou het leukste aan het arbiter zijn? Het leukste aan het arbiter zijn vind ik om mensen te helpen om dingen die onregelmatigheden die gebeurd zijn, om die te helpen oplossen. Het probleem bij het bridge is dat heel veel mensen denken dat ze het zelf op kunnen lossen. Maar ze kennen lang niet alle regels, want ik heb een aardig dik boekje waar alle regels in staan. De bedoeling is om dat goed te doen. En ik heb wel vaak meegemaakt dat mensen achteraf zeiden, nou, we hadden dat en dat probleem aan tafel, dat hebben we zo opgelost. Maar ik ben achteraf niet tevreden over hoe ik het opgelost heb. En zeg, ja, dat is een beetje dom dan, want je had gewoon de arbiter moeten roepen, die is daarvoor om dat te regelen. Geweest. We hebben pas drie spelletjes gespeeld. Ja, drie, maar dan zou er toch wel eentje het leukste zijn geweest, of niet? De laatste. Ja, dat was de leukste. Wat verwacht u van deze ronde? En we spelen tegen gezellige dames. Dus wat dat betreft kunnen we bij beginnen. Is dat belangrijk, spelen met gezellige mensen of tegen gezellige mensen? Heel gezellig. Heel gezellig. Ja. Vindt u dat ook? Zeker weten. Want u bent tegenspeler, toch? Ik ben tegenspeler. Ja. Van hem tenminste. Ja, ja, ja. Medespeler van Lenneke. En uw partner, waar u mee samen speelt, speelt u al lang samen? Oh, heel lang. Decennia lang. Dus je bent helemaal op elkaar ingespeeld? Het hoort zo wel te zijn. Ja. Dus dan kunt u meer genieten van... Het valt ook wel eens een keer tegen. Ja? We maken allemaal een keer een foutje. Is dat net ook al gebeurd of nog niet? We'll be right back.
allereerst, hoe waren de spellen daarnet? Ja, leuk. Altijd spannend, hè? Ja. Heeft u al wat interessants meegemaakt vanochtend? Ja, sowieso. Hè. Het is de eerste keer hier die horeca drive. En dan, dan is het toch altijd even afwachten hoe het allemaal gaat lopen. Maar het loopt goed. Het loopt. Ja, waar bent u inmiddels geweest? We zijn hiervoor bij de Admiraal geweest. En nu zitten we hier bij het visrestaurant. Ja. Komt u hier ook vandaan, naar Zuiderwijk? Ermelo. Vlakbij. En ik begrijp dat u ook bij een van de bridgeclubs zit, klopt dat? Ik zit bij de bridgeclub in Harderwijk, bij Sportief heet dat. Ja, klopt. Ja. Bent u ook betrokken geweest bij de organisatie dan? Nou, niet bij de organisatie. Ik ben wel in het bestuur van bridgeclub Sportief. En vandaag ben ik een beetje een aanspreekpunt in de verschillende cafés. Maar ik heb niets gedaan aan de voorbereidingen. Dat is een ander groepje die dat helemaal geregeld heeft. En wat vindt u ervan, van zo'n bridge drive? Dat is heel erg leuk. Zeker als kijk, zeker in Harderwijk, dat is een prima plek om zoiets te organiseren. Leuke stad, allemaal leuke gebouwen, leuk centrum, leuke cafés, leuke kroegen, leuke restaurants. Dus het moet een succes worden, denk ik. Ja, super. Nu verwachten de rest van de dag dat het nog alleen maar leuker wordt, of niet? Ja, het zonnetje gaat nog schijnen en het is, ik denk dat het voor Harderwijk en zeker voor de horeca een prima initiatief is. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Zit u nu? Ik zit in één en dezelfde tent, want mijn echtgenote is een beetje slecht ter been. Dus wij mogen al door hier zitten. Oh, maar dan zit u wel goed. Hartstikke goed. Dat is de gezelligste eigenlijk, deze pluk. Ja, waarom? Nou, je kijkt om je heen. Het is een geweldig leuke ingericht en zo. Dus nee. En de mensen die aan tafel komen zijn de beste. Dus ja, top. Ja, hoeveel spellen heeft u al gespeeld vandaag? Vandaag 8. Ja, ik probeer het te onthouden, maar dan moet je met al die dingen... Ja. Ja. Bevalt het tot nu toe? Ja, mijn partner speelt de sterven nemen. Ja. U niet? Nee, sorry. Minder. We moeten niet allebei goed spelen. Ja, maar daarom scoren we ook niet zo hoog, omdat ik een beetje kneus ben. Nou, dat ligt dan echt aan u. En de kaarten. Of ik wou zeggen. Ja, de kaarten vaak. Ja. De ongelukkige kaarten. Ja. Daar geven we de schuld aan. Maar winnen zit er dus niet in vandaag. Maar vooral een gezellige dag. Absoluut. Ja, en dat is dankzij de organisatoren. Wordt het een hele gezellige dag. Zou je het volgend jaar weer doen? Absoluut. Misschien ga ik ze wel helpen. Nee, het is geweldig veel werk voor ze. Dus die kunnen altijd wel een paar handen gebruiken. Nou, dat is goed. Houden we u aan. Bedankt. Okay. Graag gedaan.
zal een fout gemaakt hebben. En ze klagen dat ze te weinig punten hebben gehad. Ja, dat zijn hele mooie classics. Het zijn super dingen, want die kan je uitlezen. En die zijn geweldig voor een horecadrijf. En die hebben wij dankzij onze Gerrit Bouwland. En Gerrit, daarom willen we je graag een flesje aanbieden. Laatste, de wedstrijd, of de arbiter. Onze arbiter, co-autos. Maar volgend jaar, 14 april, kunt u weer meedoen. Ga ik nu op de prijsuitreiking. De eerste 10 en dan elke 5 volgende. De eerste krijgt nog even een klein interviewtje. Die mogen dus snel naar voren komen. Eerste plaats met 69,01%. Kees Kraaienveld en René Den Hoed. Van harte gefeliciteerd. Jullie mogen nog eerst hier naar voren komen en daarna mogen jullie een prijs. Allereerst, eerste reactie, wat vind je ervan? Ja, gewoon geconcentreerd aan de kaart, hè. Dat gaat. En je bent er. Wat is waarom jullie gewonnen hebben? Ik denk dat we niet zoveel fout hebben gemaakt. Misschien is dat het wel. Dat is het belangrijkste. Thank you.